Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Kent u dat? Je koopt een avocado en hij is of overrijp of hij is niet rijp genoeg. Guido Mathé gaat hierover praten met Simona Christescu van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft een methode ontwikkeld om te kijken hoe je dit op tijd kunt meten. Simona. Ja, Guido. Je houdt je bezig met gasporenonderzoek. Ja, dat is waar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Je moet voorstellen dat spoorgasdetectie betekent eigenlijk het meten van heel lagere concentratie van gas in de lucht, bijvoorbeeld. Maar in principe wij meten alle gassen, emissies van groenten, bij fruit, in de lucht, in onze adem, die soort dingen. Er zitten stoffen die uit de fruit, dus denk aan de geur van een roos of gemaaide gras. Dat specifieke gassen of componenten die komen uit in de lucht, dan kunnen wij meten. Hetzelfde uit de fruit of uit de groent, daar komen ook specifieke gassen die zeggen iets over het rijp van het fruit. Okay. Of er zitten stoffen in onze adem die iets kan zeggen over onze gezondheid. Als ik in de supermarkt sta en ik neem een avocado, zit ik daar een beetje te knijpen om te voelen of die rijp is. Zou je dat met een bepaalde methode ook kunnen meten? Nu is die gewoon eetrijp? Weet je niet als avocado echt de juiste optimale voorbeeld is, maar zeker andere soort fruit als appels of bananas of peren, kan je bepalen wanneer het rot. Okay. Wanneer gaan zij rotten? Dus dat is een belangrijke ding, denk ik, voor in de winkel en ook voor de producenten. Okay. Dus. Maar nou begreep ik dat jij met deze analysemethode ook uit adem stoffen kunt detecteren die corresponderen met een bepaalde ziekte. Ja, dat is waar. En eigenlijk is het niet zo oud. Sinds Hippocrates' tijd werden sommige ziekten herkend aan de geur van adem. Ik geef jou een voorbeeld. Een zoete fruitig adem heeft te maken met diabetes. Een visachtige geur heeft met leverziekte. Yeah. En een urineachtige adem heeft met de nierfalen te maken. En later, na 1971, heeft de moderne ademanalyse deze geuren gebonden aan specifieke gassen. Bijvoorbeeld acetoon met de diabetes of ammoniak met nierfalen. Ja? Dus er zijn specifieke componenten. Voor veel is de bron bekend, voor anderen niet. En wordt dat inmiddels al toegepast in ziekenhuizen of bij huisartsen, dat die dat gelijk kunnen detecteren op die manier? Ja, bij ziekenhuizen zeker, academische ziekenhuizen, dus een klinische environment, zo noemen wij settings. Ja. Wat moet ik me daar, ik kan me zoiets voorstellen dat je dan een soort blaaspijpje hebt, net als bij alcoholcontrole, dat je blaast en dat je dan gelijk het resultaat ziet als er goede indicatoren erin zitten. Dat is precies wat sommige detectoren kunnen uitleveren. Allebei laserdetectoren met laserabsorptie, maar ook massaspectrometrie. Ze zijn zo snel en zo gevoelig dat kan jij in één blazen kan jij een bepaalde componenten zien. De concentratie van een bepaalde componenten op dat moment in jouw uitgeademde lucht. Ja. Of kan je de patroon zien? Zo, hoe ziet het eruit? Wat is jouw vingerafdruk van jouw uitgeademde lucht? Ja. Je kunt dus ook zien aan mij, van bijvoorbeeld van, ik heb een beginnende kanker. Of die kanker is al heel ver door. Ja, bij de huisarts daar kan jij niet zien. Dus zij zijn in de ziekenhuizen gespecialiseerd. Ja. Maar daar kan ademanalyse gebruikt om een preliminair, of die vroeger detectie bijvoorbeeld, of een vroeger indicatie dat iets aan de hand is. Ja. En dan ga jij verder onderzoeken. Ik zal jou een proef laten doen. Ja. Jij zal door onze massaspectrometrieapparaat blazen. Na het eten waren een snoepje. Okay. En ik zal jou een paar snoepjes met een paar smaken geven. Jij mag kiezen eentje zonder mij laten weten wat het is. En ik zal jouw adem meten voor en na het snoepje.
En 100% zeker, 100% betrouwbaar, zal ik jou vertellen welke snoepje heb jij gepakt. Okay. Door de analyse van jouw uitgeademde lucht. Okay. Omdat in een snoepje zitten bepaalde stoffen die de smaak geven. Ja. Ja? Denk aan aardbeien, denk aan een blauwe bessen of citroen. Ja. Ja? Nou, deze geuren, als ik net gezegd, zijn gerelateerd met bepaalde specifieke componenten die apparaat kan heel makkelijk meten. Dus als ik component die in de gasfase komt, zie ik op mijn scherm, dan kan ik 100% zeker zeggen dat jij een snoepje met citroensmaak of arbeidsmaak of andere soort smaak. Het lijkt al een beetje op mindfuck, maar we gaan even kijken. Precies, laten wij zo doen. Ja, oké. Wat zie ik hier? Nou, op deze scherm zien wij de resultaten die gemeten zijn met een massaspectrometrie. Ja. In feite, alle piekjes of die hier staan, zijn stoffen die in de kamerlucht zijn op dit moment. De huidige lucht, De huidige lucht. Wij zullen jouw adem meten als een referentie voor een snoepje. Prima, perfect uit. Ja. Wat zie jij nu? De witte lijnen zijn de stoffen in de kamerlucht. Ja. En de rode lijnen is jouw adem. Okay. Dus als een voorbeeld, deze hogere concentratie is acetoon. Zie jij het verschil? Dit is in de kamerlucht en dit is in jouw adem. Laten wij een snoepje pakken. Hier hebben wij bepaalde soorten met bepaalde smaken. Ja. Ja? Jij mag kiezen wat jij wil. Ja. En ik hoef niet te zien. Jij hoeft niet te zien? Nee. Oké. Pak maar eentje. Ja, ik heb er eentje. Is het lekker? Nee. Heel goed. Hebben jullie echt eten of wil je uitspoelen? Zo, blijf binnen. Dan zullen wij zien als de apparaat herkent de smaak. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Klaar. Jij bent klaar. Dus ik zie meteen deze piekje hier, die vroeger was het niet. Okay. En dat is limonade. Dus ik kan 100% zeker zijn dat jij een gele snoepje gegeten hebt met een citroensmaak. Okay. Was je dat zo? Ja, dat was een geel snoepje met een wat zuurige, zuurige smaak. Limoen, citroensmaak. Ja, inderdaad. Ja, dat is het. Er zijn bepaalde stoffen die gemeten zijn op bepaalde plekken hier. Dus voor limonade is dit juist de orde waar komt uit die apparaat. Oké, dus daarom. Op deze manier kun je dus allerlei stoffen die in mijn adem zitten, kun je dan meten. En dan kun je op een gegeven moment, als je straks de juiste indicatoren weet, dan kun je daar in de... Opzoeken. Kun je het opzoeken. Precies. Maar wat is jouw droom voor de toekomst wat je hiermee kunt gaan doen? Ja, ik heb wel dromen. Je moet altijd blijven dromen. Maar wij hebben toekomstplannen en één daarvan is tijdens de vierdaagse adem van de mensen te meten. Ja. Om te bepalen of te voorspellen als zij een bepaalde ziekte hebben of aan risico van bepaalde ziekte zijn. Oké, en waarom wil je, want ik kan me voorstellen tijdens de vierdaagse, wat hebben mensen eraan die daar lopen als ze... dat laten analyseren door jou? Nou, het is een bijzondere evenement natuurlijk, maar het is ook iets, een spanning voor het lichaam en ook voor het hele lichaam en ook geestelijk. Ja. Dus ik kan voorstellen dat bepaalde metabolische processen zijn geactiveerd en ik ben op zoek naar bepaalde stoffen die kunnen deze processen aantonen. Ja, oké. Hey, ik heb nog een vraag die daar aansluit. En dat is van, ik zit gelijk te denken, als ik rook, kun je dat analyseren dat ik gerookt heb. Kun je nu ook analyseren, en ik denk ik ben sporter, hè, kun je nu ook analyseren of ik dope gebruikt heb? Dat je uit mijn adem, als het ware, ik denk even aan Froome, kun je nu ook bijvoorbeeld, zou je bij Froome kunnen meten dat hij een bepaalde doping gebruikt in zijn adem? In principe, alles die in gasvormen kan komen, kan uitgeademd worden. Ja. Maar volgens mij, bij doping, worden stoffen in de urine terecht en niet in uitgeademde lucht komen. Nee.
Dus tijdens de vierdaagse ontdek je dat ook niet? Klopt. Oké. Simone, mag ik je hartelijk danken voor dit interview. Graag gedaan. Oké.